Hallo allemaal en welkom bij de derde helft. Snijboon is op vakantie en Titus is geld aan het verdienen. Dus ben ik weer samen met mijn broertje Tim op pad. Vandaag is het ook nog voor ons steeds zomerstop. Dus geen reguliere derde helft waarin we in 45 minuten een eredivisie speelronde doornemen. Maar wel de vijfde aflevering van Dubbele Dekking. Twee van ons tegenover twee gasten om te praten over een band met het voetbal en de eredivisie in het bijzonder. Vorige week hadden we het met scheidsrechter Jeroen Manschot over de fanmail aan zijn moeder. En vertelde Sander de Brito Rock over zijn bewuste keuze om het bij amateurfluiten te laten. Vandaag zitten we tegenover twee professionals. Sparta-verdediger Bart Vriends en Excelsior-aanvaller Thomas Vaar. Ik hoop dat toekomst koepen. Bij elke keuze twijfel ik. If Ona will suck me, of course. Doe je leren bekleding, pak je een automaat. Ik ben wel even klaar met het geile tyfusvoetbal. Mannen, welkom. Dankjewel. Even heel kort, hoe is het Bart? Goed man. Ja? Ja, hartje zomer, lekker Rotterdam. Het is echt bruin. Ook dat, ja. Hij pakt ieder moment aan om zijn shirt ergens uit te doen. En ja. Met het gespierde lijf van hem. Ja, neem op, hè. Dus halverwege februari lig ik meestal op mijn balkon. Het is hard. Heel goed. Thomas, iets minder gebruikt. Hoe is het met jou? Ja, ook goed. Ja, ik ben wat minder bruin van de zon. Wel. Ja, ik heb geknokt met mijn vriendin. Goed, we zitten hier met z'n vieren aan, misschien voor context, de keukentafel van Thomas in Rotterdam. Hebben jullie eigenlijk, Bart of Thomas, een idee wat we gaan doen vandaag of niet? Ja, je hebt wat gestuurd naar ons. Dat hebben we even snel doorgelezen. We hopen altijd dat jullie zeggen geen idee, want dan kunnen wij even uitleggen aan de luisteraar. Ja, leg het uit. Wat we gaan doen. Bart had echt geen idee, dus dat is prima. Nee, ik heb het ook niet naar hem doorgestuurd, zodat hij verrast is. Zodat ik er lelijk uitkom. Ja. Heel goed. Zoals altijd aan de hand van vier redelijk scherpe voetbalstatements, toch wel. Die zullen we doornemen met jullie. Jullie mening erover horen. En eigenlijk aan de hand daarvan willen we iets meer te weten komen over wie Bart Vriends is en wie Thomas Vaar is. Thomas allemaal eerder een keer bij ons gast geweest. Halverwege zullen wij het inmiddels beruchte 45 seconds spelen. 30 seconds, maar alleen met voetballers. En 45 seconds. Dan. En 45 seconds, maar ook alleen met voetballers. Maar om te beginnen, Thomas, vertel op mij en de luisteraars alsjeblieft wie Bart Vriends is. Bart Vriends, ja. Bart Vriends is een voetballer bij Sparta. Hij heeft bij Go Ahead Eagles is hij begonnen en toen naar Sparta gaan. Daar heb ik hem leren kennen. Hij heeft onlangs wel meegedaan aan de slimste mens. En dat heb ik ook gedaan. Hij heeft het helaas wat langer voorgehouden dan ik. Dus dat is een wond die denk ik nooit meer heelt bij mij. Wrijf het er ook te pas en tonpas in bij. Ja, en hij heeft even daar verteld dat hij schildert. Dat hij gitaar speelt. Dat hij wel zingt. Wat hij allemaal, boeken leest, weet ik het allemaal. Golven, fietsen. Ja. Ja, nou, ik heb hem wel eens horen zingen en ik heb hem wel eens gitaar horen spelen. Het mag geen dat naam doet hebben. Hij niet. Heel goed. Verder zoeken we altijd even op Wikipedia wie je bent. Bart, dus bij deze. In 2009 haalde je je VWO-diploma aan het Hoge Land College in Amersfoort. En daarna studeerde je communicatiewetenschappen in Amsterdam. In 2013 behaalde jij je bachelor. Vriend speelde in de jeugd van VVZ A en FC Utrecht. En na zijn debuut in het profvoetbal voor Go Ahead Eagles staat de teller inmiddels op 225 officiële wedstrijden. En 11 doelpunten. Niet onaardig voor een verdediger. Of tellen ze trainingen mee? Het lijkt het wel op, ja. Daarnaast is hij bekend van de slimste mens en van het feit dat hij als enige Nederlander de hoofdstad van Madagaskar wist. Klopt toch wel, of niet? Ja, en ik... Je vergeet volgens mij nog wel wat op Wikipedia. Staat namelijk ook dat hij in 4 afleveringen de slimste mens heeft verzuimd om de podcast die hij met zijn 2 voetbalvrienden maakte. Hebben jullie dat erbij gezet? Ja, nee, dat hebben wij niet erbij gezet. Dat werd direct na die ik denk dat we er zo terug zullen komen. Bart, Thomas is al een keer bij ons te gast geweest. Ik was er toen niet. Ja. Kan je mij even uitleggen wie hij is? Ja, Thomas. Ja, het hele rijtje van Wikipedia die laat ik aan jullie. Maar ik kom hier net met chips en M&M's en biertjes en cola aan. En dat komt omdat Thomas me ongeveer een half uur geleden dan appt van... Hey, die boys staan al voor de deur en ik heb niks in huis. Kan jij nog even wat halen? En dat is, zou ik zeggen, is in een notendop Thomas Vaar. Verder is het een flegmatieke buitenspeler van eerst Sparta en toen Excelsior. En een van de grotere bedweters die ik ken. En dat is in onze podcast wel waardevol. Want hij is altijd ongeveer heeft hij een tegendraadse mening als de rest aan tafel. En
ook de grootste voetballiefhebber die ik denk ik ken. Die een jongen die na twee harde trainingen en een krachttraining nog moeiteloos op een pleintje aanschuift ergens. En sowieso altijd in is voor een spelletje. Dus dat is Thomas, denk ik. Zeker. Nou, daarnaast, Thomas, ben jij een sierlijke linkspoot, hè, die in de jeugdopleiding speelde van Willem II in Sparta. Lang leek het erop dat je het profvoetbal niet ging halen, totdat je op 26-jarige leeftijd door oude liefde Sparta weer in de armen werd gesloten. Een goede keuze, want met 24 doelpunten in 33 wedstrijden hielp jij Sparta in 2016 hoogst persoonlijk aan promotie. Je maakte nog kort een uitstapje naar Zuid-Afrika. Ja, je bent nu weer terug in Rotterdam bij Excelsior. Ook had je een primeur door als eerste mannelijke voetballer mee te doen aan de slimste mens. We hebben het net al even besproken. Behalve vrienden en ex-teamgenoten hebben jullie natuurlijk ook nog als echte semi-intellectuele hipsters een podcast samen met Maarten de Fokkert, de Core Podcast. Daar gaan we zo ook nog even over praten. Ja, de introductie is nog niet compleet. Nee, absoluut niet. Nee. Wij zijn namelijk altijd heel erg benieuwd wie onze gasten die we tegenover ons hebben waren op het schoolplein vroeger. Snijboom, jongen, wat een geweldige goal. Die Dekselse Snijboom, toch geweldig, jongen. Bart, trap het af. Ik was eigenlijk een speler die in de verste verte niet op mij lijkt. Een van mijn favoriete spelers. Ronaldinho, zou ik zeggen. Maar, ja. Nice. Er is geen grote contrast mogelijk, denk ik. Maar dat is in alles de favoriete speler uit mijn jeugd. Door zijn plezier, zijn enthousiasme. Het is een soort waanzinnig voetballende clown eigenlijk. Daar keek ik het liefst naar. En in een iets later stadium werd Cannavaro, de verdediger van Italië, die in 2006 geloof ik echt een waanzinnig WK speelde, wat ik toen meemaakte. Dat werd mijn favoriete verdediger. Hij won de gouden bal toch ook toen? Ja, hij was zo dominant en toen machtig. Ben jij er denk ik ook een beetje in gaan geloven, dat je een soort Italiaanse verdediger. Ja, daar is het ongeveer wel een beetje misgegaan. Als je terugscrollt op zijn Instagram, zie je ook allemaal van die met het lange haarbandje. Ja, ik ging ook vaak. Cannavaro heeft alles behalve lang haar nu, toch? Ja, in 2006 was ik kaal, maar ik spiegelde hem ook graag aan Nesta en Maldini natuurlijk. Tuurlijk. Dus eerst Ronaldinho en later Cannavaro. Volg je Ronaldinho nog een beetje in de gevangenis nu? Het gaat niet goed met hem, hè? Paraguay, volgens mij? Ja, die lach is nog niet van zijn gezicht verdwenen, maar het gaat niet lekker met hem. Thomas, wie was jij vroeger op het schoolplein? Ja, ik was Del Piero. Ongelooflijk, het is niet normaal. Elke week hebben we twee mensen tegenover ons en het gaat alleen maar over Italiaanse. Letterlijk, alleen maar Italiaanse. We hebben Van Basten hebben we gehad, Recoba hebben we gehad, Maldini, Totti. Nu hebben we twee Italianen. Ja. Ik vind het heel apart. Ja. Ja, Del Piero en Van Persie natuurlijk later. Maar toen was ik denk ik al net van het schoolplein af. Maar die voetbalde altijd ook op mijn schoolplein. Del Piero was volgens mij ook een linkspoot, denk ik. Maar hij was niet linkspoot. Nee, volgens mij was hij links. Hij voetbalde wel. Stijf rechts, denk ik zelfs. Dan is dat in mijn verbeelding, was die links. Nee, die schoot altijd vrij trappen binnen. En ik vond het gewoon prachtig spelen om naar te kijken. Wat ik ervan zag. En mensen die naar Italië op vakantie gingen, die namen altijd zo'n nep Juventus shirtje voor me mee met Del Piero achterop. Daar had ik er denk ik een stuk of 10 van. Met de naam ook op de mouw. Nepper dan dat kon je ze niet krijgen. Precies. En de eerste die heb ik nog steeds, die pas ik ook nog steeds. Dus dat is een collector's item. Mooi. Hey, we gaan nu door naar het echte werk. Dit was leuk. Dit was prima, warming-upje. We gaan door naar de allereerste stelling en daar hoort ook een jingle bij. Hoe durf je dit onderwerp aan te snijden? Voetballer zijn is eigenlijk een oerzaai beroep. Kijk, begin, Bart. Nee, in de verste verte niet. Ik weet niet wie jullie dit bedacht heeft, maar die moet nu het huis uit. Nee, in de verste. Ik kan me niet voorstellen dat je dat gevoel hebt als je voetballer bent. Misschien door de routine van trainingen en besprekingen en zo. Maar het gevoel van een spelerstunnel en elkaar oppeppen en die spanning. En dan dat volle stadion met publiek, met druk, met camera's langs het veld. Volgens mij is dat moeilijk te vergelijken in het echte leven. Dus het is voor mij, en los van dat je met allemaal gasten onder elkaar bent in een kleedkamer, maar voor mij is het in de verste werd er niet oerzaai. Nee, sluit ik me volledig bij aan. Nee, vooral die druk, hè. Iedere week werk je toe naar één moment en dan maakt niet uit op welk niveau je speelt. Dan zit je op de bank. Ja, nee, maar zelfs dan voel je een bepaalde druk. En dat is denk ik wel wat ik ga missen op het moment dat ik daar stop met voetbal. En wat ik nog het ergst ga missen, wat je net zei, is dat je... Kijk, wij komen om een uur voordat we moeten trainen, komen op de club. En soms ontbijten we dan, soms niet. En eigenlijk
tot een half uur voor de training doen we gewoon niks. Dus dan zit je gewoon of te kaarten of gewoon elkaar gewoon een beetje uit te dagen en geintjes uit te halen en te kijken wie je nou even voor schut kan zetten. En dat zijn toch wel dingen, ja, ik zie mezelf niet zo snel achter een bureau zitten. Want dan ga ik volgens mij heel de kantoorgrappenkast ga ik leeghalen. Ga ik van die schoenen poepen van die collega's. Muntjes in die telefoon doen, dat die steeds zwaarder wordt. En dan in één keer al die muntjes eruit halen, dat hij zijn telefoon tegen zijn hoofd aan slaat. Zulke dingen, weet je wel. Ja, dat vind ik schitterend. Ja, houd maar bij voetbal. Bart, hoe ziet de gemiddelde werkdag van jou eruit? We hebben bij Sparta redelijk... goed rooster. We zijn meestal om 10 uur aanwezig. Iets eerder als je bent vrij om eerder te komen, maar om 10 uur aanwezig is verplicht. En daarvoor kan je ontbijten. En dan heb je een uurtje de tijd ongeveer om een beetje, of je gaat, wat doe je, klaar voor jassen geloof ik altijd. Ja, ik klaar voor of je gaat een beetje rekken en strekken of een beetje aan je lichaam werken. Had je ook kunnen doen, een uurtje voor de training. Ja, half uurtje voor de training stoppen met klaar voor jassen. En dan dat moet van deze trainer. Bij Ricardo Moni staat meestal 5 minuten voor de training nog te klaar voor jassen. Maar nu stoppen we een half uurtje en dan gaan we preppen, zoals het zo mooi heet. Mm-hmm. Ja, en dan een uur later om 11 uur begint de training. Die is afhankelijk van de dag van de week meestal 1,5 uur, soms goede 2 uur, soms iets korter. En dan douchen, lunchen. En meestal zit het er dan op. Gaat hij op zijn scootertje de wijde wereld in. En dan zonnebril op. Slippertjes aan. Scootertje, in de zon liggen. Scootertje richting de meent. En de beentjes over elkaar. Ja, mondkapje. Ja, dat moet vandaag. Ja. Dus dat en dat is eigenlijk een gemiddelde trainingsdag. Soms zit er een tweede training achteraan in de middag. Dat is dan vaak een krachttraining. Of meestal eigenlijk een krachttraining. Mm. En dat een keer of 6 per week. Ja, maar precies. Kijk, waar ik op doel met oerzaai, jullie noemen als het hoogtepunt van de week is natuurlijk de wedstrijd, hè? Ja. Maar 6 dagen in de week is het voor de rest hetzelfde. Je draait een paar uur op de club en dan met de beentjes omhoog. Maar kijk, jullie zijn dan nog geïnteresseerd, zijn politiek geëngageerd. Hè? Jullie hebben een mening daarover, jullie kijken films, jullie maken muziek, hè Bart? Dat maakt het volgens mij nog wel leuker. Is dat niet noodzakelijk dat je nog iets ernaast hebt dan gewoon het voetballeven op zich? Ja, voor mij werkt dat op die manier zeker. En ik denk voor Thomas ook. Maar ja, ik zou ook bij God niet weten wat ik met de rest van de tijd aan had gemoeten als er geen andere interesses naast waren. Dus er is redelijk veel vrije tijd als voetballer. En voor mij werkt het omdat een beetje, soms een beetje nuttig te besteden, soms niet. Maar om in ieder geval iets je gedachten in ieder geval op iets anders te richten. Ik weet niet hoe dat voor jou is. Ik denk dat voor jou hetzelfde geldt. Ja, we hebben toen Alex Pastoor gehad. Die dacht er heel anders over. Die vond dat je als voetballer eigenlijk vooral moest richten op voetbal. En dat je zo min mogelijk dingen ernaast moest hebben. Zodat je eigenlijk alles in teken kon zetten van wat je op het veld deed. En dat heb ik toen ook gedaan. En toen merkte ik gewoon dat dat voor mij niet werkt. Ik hou gewoon ontspanning uit bijvoorbeeld training geven. En aan kinderen op mijn oude club. Weet je wel, zulke soort dingen. En dat werkt voor mij in studeren. In de tijd dat ik echt goed aan mijn studie bezig was. Dat was meestal het moment waarop ik veel speelde. En waarop ik goed speelde. Dus dat werkte dan. Daar had ik ontspanning uit. Dat is denk ik toch wel belangrijk. Mm. Maar aan de andere kant, je gaat naar de club en je gaat eigenlijk het veld op. En dan ga je gewoon voetballen. Dus veel mooier dan dat wordt volgens mij ook niet. Dus nee, dat kan precies. Je natuurlijk niet oerzaai noemen. Maar Bart zegt wel, ik weet niet wat ik met hij probeert je echt alsnog te overtuigen. Ja, dat we moeten het oerzaai vinden, begrijp ik. Nee, maar jij zegt... Maar had je het zelf kut gevonden, een kut bestaan gevonden of een saai bestaan gevonden? Als ik niks anders erbuiten had, wel. En dat was in eigen hand, toch? Nee, weet ik. Maar het gaat erover je beroep. Maar dit gaat over voetbal, snap je? Dus het voetballen alleen, dat is saai. Want jullie hebben allebei andere dingen nodig. Dat is dan mijn interpretatie ervan. Want als je er niks anders naast zou doen, zou je dan gelukkig zijn. Maar heb jij niks? Ik ben het niet helemaal met je eens. Want je werkt toch en daarnaast heb je toch ook gewoon dingen die je in je vrije tijd doet. En hoe meer vrije tijd je hebt, hoe chiller dat is. Ja, maar ik vraag naar jullie beroep. In ieder geval, maakt niet uit. Jullie doen samen ook leuke dingen. Maar Tim, ik weet waar het aan ligt. Want jij hebt deze stelling nu en ik hoopte eigenlijk dat ze zeiden het klopt. Want dan voel je jezelf minder kut dat je het niet bent. Snap je? Wij hebben vroeger heel vaak samen. Ik voel me nu alleen maar kutter. Dat inderdaad best wel leuk eigenlijk. Maar niet goed. Het lijkt best wel leuk te zijn. Ja, precies. Maar dus wij hoopten eigenlijk, jullie zeiden, het is eigenlijk helemaal niet zo heel leuk als het eruit ziet. Dat jullie hadden gedemotiveerd om nog een poging tot voetbal. Dus dat wij dachten, ons kantoorbaantje is gewoon echt superleuk vergeleken met wat die gasten doen. Maar is niet waar, Tim. Helaas niet. Maar Thomas, jij vooral bent echt laat begonnen met profvoetbal. Ja. Op je 26e volgens mij. Ja. Zie je dat nu als een voordeel? Nou ja, aan de ene kant wel. Want ik heb wel goed van het leven kunnen genieten zonder dat ik in dat vaste stramien van het voetbal zat. Want je hebt eigenlijk bijna nooit echt weekenden en je hebt bijna nooit vrij. En dat heb ik toen wel. Daar heb ik het goed van genomen. Ja, dat is wel zo. En ik studeerde, dus het was gewoon leven de vrijheid. Mm-hmm.
En eigenlijk op het moment dat ik echt wat serieuzer wilde gaan leven, was het moment dat Sparta weer kwam. Dus het was voor mij perfect. Bart, jij was iets eerder, want je speelde bij Utrecht. Ja. Stond je onder contract, werd je verhuurd aan Go Ahead. Toen was je denk ik 21 of zo. Stond je onder contract. Ja, kreeg als een van de hele jongste kreeg je contract bij Utrecht, toch? Ja, op mijn 16e eigenlijk al. Maar het debuut in het betaald voetbal, dat liet nog even op zich wachten. Dat was inderdaad, geloof ik, 2021. Maar ik ben altijd van de school geweest. Dat ik wilde gewoon een zo normaal mogelijk leven leiden. Net als mijn vrienden uit mijn school en uit mijn buurt. En dat heb ik eigenlijk tot de dag van vandaag trek ik dat nog een beetje door eigenlijk. Dus ik heb nooit zo de beperking gezien van voetbal. Ik geloof nooit zo in de verhalen dat je alles hebt moeten, althans dat ze alles hebben moeten opofferen om uiteindelijk voetballer te worden. Ik heb altijd een beetje en-en gedaan en dat doe ik eigenlijk nog steeds. En dat werkt voor mij, want ik vind het zonde om het leven een beetje uit je handen te laten glippen omdat je nou eenmaal voetballer bent. En voor mij is het goed te combineren. Er staat natuurlijk buiten kijf dat je in het weekend niet per se op stap kan gaan of dat je vakantie niet heel lang kunnen zijn. Maar alles daartussenin, daar is een hele hoop uit te halen nog, denk ik. Je zegt normaal leven, daar hoort natuurlijk een podcast bij. Wij zijn 2 jaar eerder begonnen. Als je wit bent en niet weet wat je wil. Ja. En echt tijd over hebt. Ja. Jullie zijn er ook een begonnen. Wat is het, 7 maanden geleden ongeveer, of niet? Ik weet het niet. Nee, net toen, ik denk in februari ergens. Okay. Oh, toen de coronacrisis begon eigenlijk. Vijf maandjes. Het plan lag al 2 jaar op de plank, hoor. Maar het is, uiteindelijk hebben we het pas een paar maandjes geleden doorgedrukt, ja. Ja, je kwam net binnen en zei, ha, de jongens van de concurrerende podcast. Maar we gaan hem gewoon noemen, de Core Podcast. Eindelijk, ja. Wij hebben al een week... Maar was genoeg. We kunnen door. Nee, maar ik ben wel geïnteresseerd. Want het is, ik vergelijk het, natuurlijk vergelijk het met wat je zelf aan het doen bent. En wij zijn... Jullie zijn voetballers die over van alles ouwe hoeren. En wij zijn van alles behalve een voetballer die over voetbal ouwe hoeren. Ja, dus nice, het is echt precies een spiegel die tussen ons instaat. Maar ja, het is toch eigenlijk het leukste wat je kan doen, of niet? Met vrienden ouwe hoeren. En dat ook nog mensen leuk vinden, of niet? Ja, ik vrees dat ik dat wel vind. Ja, het is hartstikke leuk om sowieso met een paar gasten de wereld te beschouwen. En die voetbalwereld is ook een beetje is best een bijzondere wereld toch af en toe. Als je ziet wat er achter de schermen gebeurt. En er staat veel aandacht op. En het is best wel leuk om daar een keer de koppen voor bij elkaar te steken. En daar een beetje over uit te weiden. En het gaat hand in hand met dingen die we in het leven meemaken. Of geintjes en dat soort dingen. En ik vind het hartstikke leuk om te doen. Thomas, hebben wij je geïnspireerd vorige keer dat je bij ons was? Zeker, niet? Zeker. Dat was echt het moment waarop ik liep weg bij jullie en ik dacht van, ik ga nu Bart bellen. Dit was zo kut. Ja. Zo, toen vliegt hij gewoon even een duif tegen het raam. Voor alles een eerste keer. Ja. En je dacht, dit is zo makkelijk, dit kan ik ook. Ja, precies. Ik bedoel, zo bijzonder is het allemaal niet. Nee. Ja. Maar dachten jullie andersom, die gozer moet een podcast beginnen? Nee, als we zeg maar een rijtje beroepen konden voor Thomas, als podcast wel echt onderaan gekomen. Ja, jullie hebben dat natuurlijk gedaan met Space van PSV. Hoe zou je Bart nou omschrijven? Op onze Instagram. Was ja, het, ja. Ik zou hem denk ik omschrijven als een soort yoga-leraar. Of een mindfulness coach. Ja, mindfulness coach. Ja, toch? Alleen dat met die mooie Japanse tekens op zijn shirt. Zo. Ja. En Thomas? Accountant. Nee, hij is ruiger. Hij is ruiger. Ik vind hem een soort wel stratenmaker. Gewoon wel een soort rouwdouwer. Maar wel zo ver uit elkaar. Straat te maken met de politieke met de politieke partij. Oké, okay, ik wil nog één vraag aan Thomas stellen. Was je verder gekomen als jij eerder bij een profclub had gezeten? Nou, ik zat eerder bij een profclub. Ik heb bij Willem II in de tweede gespeeld. En daar is niet gelukt. Dus je hebt een gat van 5-6 jaar gehad, toch? Ja. Ik denk het niet. Oké. Okay. Nee, die tijd bij VOC heeft vooral mijn zelfvertrouwen echt heel veel goed gedaan. En ik heb daar gewoon echt geleerd dat je gewoon wel moet beseffen dat je gewoon goed genoeg bent. En als je dat niet bent, ben je het niet. En dat je niet te veel moet luisteren naar vooral wat trainers tegen je proberen te zeggen wat je beter moet doen. Maar dat je gewoon eigenlijk moet vertrouwen op wat je zelf vindt. En dat heeft bij Sparta toen wel goed gewerkt. Tim, helaas, de stelling is niet gelukt. Voetbal is superleuk en profvoetballen is een geweldig bestaan. Dus we gaan door naar stelling 2. Hoe durf je dit onderwerp aan te snijden? Het is volkomen logisch dat Dylan Vente meer verdient dan Mark Rutte. Die Thomas lachen. Ja, dat vind ik niet logisch, nee. Nee? Nee, maar dat ligt er niet aan dat ik vind dat Dylan Vente te veel verdient. Maar ik vind dat Mark Rutte te weinig verdient. Oké. Okay. Zeker op dit... Ja, ik vind het eigenlijk krankzinnig dat als je een heel land bestuurt...
wat hij natuurlijk doet, dat je dan... Dat wij gewoon een premier hebben die op zijn fiets met zijn broodtrommetje naar zijn werk gaat. Ja, maar dat hoeft wel. En nog maagd is op zijn 50 waarschijnlijk. Maar dat heeft toch niks te maken met hoeveel hij verdient? Dat is waar, maar dat tekent wel. Maar hij is wel gewoon een chauffeur en weet ik het wat. Ja, wisten jullie trouwens dat de president van China... €22.000 per jaar verdient. Echt? Nee, Xi Jinping. Ja. Echt waar? Ja, 22.000 per jaar. Maar dat is in Chinese... Nee, oprecht. Dat is gewoon omgerekend in euro's. Ja. Ik weet niet, misschien... Maar of te betalen. Ergens anders dan achter. Mark Rutte moet minder verdienen. Ja, precies. Ja, meer. Ja. Oké, Dylan Venter kwam laatst... eigenlijk een tussendoorregel dat hij meer verdiende dan de premier. Volgens mij zit het 2 ton om 180, als ik het even afrond. Ja, ik ben natuurlijk is het niet logisch. Helemaal niet. Maar voetbal is wel zo'n krankzinnige industrie, waar jullie ook in leven. Ja. Dat het technisch gezien is gewoon een vraag en aanbod, toch? Het is gewoon een soort. Het is een saai antwoord, maar dat zou mijn antwoord zijn. Ik vrees dat het wel logisch is, omdat voetbal de grootste entertainment industrie ongeveer van het land is. En het is inderdaad een simpele kwestie van vraag en aanbod. Heel de wereld kijkt ernaar. Er wordt van alles voor gegeven en voor betaald. En dan kom je, vrees ik, toch uit op dat soort bedragen. En Maar vind je dan Rutte logisch dat Rutte verdient wat hij... Nee, als je uitzoomt en je kijkt gewoon naar wat men voor het land betekent... slaat het natuurlijk helemaal nergens op. Ja. Maar dan is eigenlijk de hele wereld scheef. Wie zou er beter zijn? Dylan Vent als premier of Mark Rutte als spits? Sterk. Ik denk Dylan Vent als premier. Ja. De motoriek van Rutte te zien is dat er geen goede pinch zit. Hij heeft wel lengte volgens mij. Is die wel tegen de 2 meter. Maar wel allebei de hamstrings denk ik gewoon in binnen een minuut scheuren. Oké, goed. We gaan weer even terug. We zoomen even uit. Het gaat zou natuurlijk... die last hebben van kuipvrees, denk je, Mark Rutte? Nee, dat denk ik niet. Hij kan veel aan hoor. Hij is mentaal ijzersterk. Ja, een hele lange spits. Hij kan er gereed van. Maar het boeit er allemaal niks wat de supporters. Dat is niet echt de kant waar ik op wilde. Maar goed, Tim. Het gaat natuurlijk over de krankzinnige bedragen die rondgaan in de voetbal. Maar zijn ze ook krankzinnig? Nou ja, dat is dus de vraag. Ik vind ze, als je uitzoomt, vind ik ze over de hele maatschappij genomen wel krankzinnig. Ja. Maar er zit natuurlijk gewoon een heel simpel business case achter. Deze speler betaal ik zoveel. Die levert zoveel voor de club op. Snap ik allemaal wel. Maar als jullie... ook iets uitzoomen. Dus jij als yogaleraar, Bart, en jij als stratenmaker, Thomas. Nee, mindfulness. Mindfulness coach. Hoe kijken jullie dan aan tegen de bedragen die rondgaan tegenwoordig in het voetbal? Ja, ik vind het gewoon best wel logisch. Ik bedoel, er is een bepaalde aantrekkingskracht van voetbal. En dus er zijn een bepaald aantal mensen die kijken. Nou ja, als je bijvoorbeeld denkt hoeveel miljoenen mensen wel niet een tientje zouden willen lappen om bijvoorbeeld Messi te zien spelen. Nou, ik denk dat je wel een aantal miljoen kan vinden. Dus dan is het logisch dat hij dat ook terugziet op zijn salarisstrookje. En, hoeveel mensen zouden €10 voor over hebben om Thomas Verhaar te zien? Ja, nou ja, bij Excelsior... Ja, nee, maar kijk, zo kan je dat wel omrekenen. Bij Excelsior zitten bijvoorbeeld gemiddeld... wat zal het zijn tussen de 3.000 en 5.000 mensen op tribune... eens in de 2 weken, dus dat is 17 keer. En die betalen allemaal meer dan een tientje. En als je dat terugrekent, dan net iets meer dan 17 spelers. Dus dat zal zoiets zijn. Dat zie je dan ook terug. Ja, dus de conclusie is, vraag en aanbod is redelijk logisch. En heb je ook nog mensen die betalen om televisie naar ons te kijken. Dat zullen ook niet zo heel veel zijn, maar die zijn er wel. Ja. Dus ja, en zo reken je dat denk ik een beetje sowieso terug. Ja. Maar goed, als we in een communistische staat zouden leven... en we zouden het allemaal logisch mogen verdelen onderling... dan zouden voetballers natuurlijk niet zo bovenaan de ladder staan. Dan zouden we daar iets langer over nadenken. Maar ja, het is nou eenmaal de wet van vraag en aanbod, vrees ik. Wat kochten jullie van jullie eerste salaris? Wat je verdiende met voetballen? Bart was wat jonger. Allemaal wat ouder. Ik denk, ik zou het niet eens weten, man. Ik denk PlayStation of zo. Die was gejat, ja. Ik had heel hard een nieuwe PlayStation nodig. Dus ik denk dat ik dat het eerst heb gekocht. Ik weet het ook niet. Mijn eerste salaris was 500 euro. Ik kon eindelijk hier een rondje geven. Ik denk dat ik daarmee ben begonnen. Maar ook dat was er snel doorheen. Dus ik heb eigenlijk ook geen idee, jongens. Okay. Gaat het in de kleedkamer veel over geld? Weten jullie wat jullie medespelers verdienen, teamgenoten? Nee, dee, dat weten we niet. Het gaat wel veel over geld. Ja, dat is bijzonder. Maar we weten absoluut niet wat we verdienen. Het gaat echt heel veel over geld en over mogelijke bedragen en wat die en die nou wel niet krijgen. En of je in China dat en dat kan krijgen en wat de premie is en wat voor auto er wordt gereden. Maar op een of andere rare manier is er een soort... mystiek om je eigen salaris. Maar niemand vraagt dat ook aan je. Nee, dat wordt gewoon niet gevraagd. Iedereen weet zelfs het. Niet, Thomas en ik weten het ook niet van elkaar. Ja. En
eigenlijk is dat onderling is het een beetje zo gegroeid dat je daar niet over praat. En misschien ook wel logisch, omdat het je misschien je clubs gaat. Of je, ik weet het eigenlijk niet precies of het iets zegt. Nee, het is helemaal niet zo logisch, maar ja, het gebeurt gewoon niet. Nou, het is misschien wel logisch als in de kleedkamer duidelijk is wie wat verdient, toch? Dat, ja, ja, kijk, als clubs daar niet goed mee doen, dan is het logisch dat het niet naar buiten komt. Ja. En ik denk dat over het algemeen clubs zich wel af en toe laten verleiden om iets meer te betalen voor sommige spelers die dat niet verdienen. En dan krijg je inderdaad scheve. Uiteindelijk groeit het dan zo dat niemand er meer over lult. Om dan nog één keer onze eigen podcast, sorry jongens, erin te gooien. We hadden dus het plan om een keer om een uitzending over salaris te maken. Dacht, nou, nu gaan we gaan het even, we gaan het taboe doorbreken. We gaan het over geld hebben. Maar we zaten er alle drie te hakkelen. Dat was niet best. Nee, dus we hadden er ook allemaal spijt van. Als we het onderwerp aansnijden, moeten we ook open kaart spelen. Maar ik voel er niets voor. Thomas voelt er niets voor. We blijven van ons. Ja, die vriend die zat nog met de meeste mails om te praten. Ja, met z'n 24.000 per maand. Netto. Hij lacht wat waar is. Goed, we zijn ongeveer halverwege aanbeland. Dat betekent... Mijn favoriete onderdeel. Jouw favoriete onderdeel. 45 seconds. Ik heb hier een kaartje met spelersnamen. Het is de bedoeling dat één van jullie de spelers gaat omschrijven zonder natuurlijk de naam te noemen. Ja. De allereerste vraag is wie gaat het omschrijven? En wie gaat ik denk dat jij moet gaan omschrijven. Okay. Want jij weet niet zo heel veel over voetbal, heb ik het idee. Meestal. Maar ik moet toch voetballers gaan omschrijven nu? Ja, maar ik denk als je die namen ziet staan, dat je wel ideeën hebt. Maar dat je niet weet wie bij Paris Saint-Germain of zo speelt. Wat is te breken? Wij zijn wel competitief. 9. En ik denk dat we ook redelijk... Ik wil niet te hoog aan de toren, maar ik denk dat we hier redelijk goed in zijn. All right. Gaan we naar de 10? Het zou mooi zijn. Okay. Zeer politiek. Je mag even 5 seconden kijken naar de namen. Oh, die geef ik alvast. Hoeft niet op volgorde. En dan... 3, 2... 1, go. Oké, Marokkaanse keeper speelde bij PSV, HSV, altijd derde keeper. Sinou. Ja, die kale teamgenoot van mij. Smeets. Juist, speelt bij Almere, vriend van mij en van Maarten de Fok. Juist, heel goed. Die voetballer van Jong Oranje die ze furoren maakte, speelde bij Arsenal vroeger en die deed al die dribbeltjes. Quincy Owusu. Heel goed. Aanvoerder van Excelsior, voormalig die kale jongen, linkspoot op het middenveld. Adil Ouzar. Nee. Ik weet niet. Die gast die nu makelaar is in Rotterdam, die ook hier in deze podcast zat, die spits. Juist. Rechtsback van Utrecht, die we hebben gebeld. Mark van der Marel. Juist. De Braziliaanse buitenspeler van Ajax. Roberto. Nee, die andere, die nu speelt. Neres. Juist. Even kijken. Die hele snelle rechtsbuiten van Go Ahead Eagles met het staartje van vroeger. Die donkere jongen. Die hoe heet die nou? Antonio. Ja, lekker man. En die zit daar. Jezus. Wat is dat? 8. Kut. Zo, dat was echt getig, ja. Kalem. Rijn Koolwijk, man. Oh, shit, man. Kijken jullie American Dad of niet? Ice Roger. Ja, die is mooi, ja. Kijk, man. Ja. Dat was onze allereerste lookalike ooit. Ja, die was gruwelijk. Ryan Koolwijk met Roger. Daar zou hij ongetwijfeld niet blij mee zijn geweest. Dat weet ik niet. Ik vraag me echt af of we het beter hadden gedaan als we andersom hadden gekozen. Bart is recht dood. Ja, man. Ja, we willen gewoon het hele elftal vol natuurlijk. Oké, jongens, we gaan door naar stelling 3. Hoe Koolwijk. Durf je dit onderwerp aan te snijden? De stelling luidt als volgt. In een voetbalcarrière is geluk belangrijker dan talent. Thomas. Voor een groot gedeelte wel, denk ik. En voor het kleine gedeelte wat echt gewoon zo buitensporig veel talent heeft, die zullen altijd wel profvoetballer worden. Maar daaronder zit denk ik een hele grote pool met jongens die net even op het juiste moment op de juiste plek zijn. Zoals ik, zoals Bart. Nee, kijk, zo kijk ik naar. Kijk, zonder talent word je nooit profvoetballer. Dat denk ik niet. Dus je moet sowieso een zekere mate van talent hebben. Maar ik denk heel erg op plekken waar de concurrentie gewoon groot is. Je hebt maar een aantal teams en heel veel goede voetballers. Daar geeft geluk en toeval in mijn gevoel heel vaak de doorslag. Mm-hmm. En dan is het ongeveer voor mijn gevoel zelfs een beetje stuivertje wisselen of je nou bij Heracles eindigt of bij Telstar eindigt. Inderdaad, de grote talenten daar gelaten. De gasten die de allerbeste zijn, die spelen bij Ajax, bij Madrid, bij Barcelona, bij PSV. Maar er is een hele grote groep van min of meer vergelijkbare spelers die van de jong elftallen komen, een beetje zo tegen het eerste aanzitten. En de jongens die daar een vaste plek hebben, die elkaar eigenlijk in de basis helemaal niet zoveel ontlopen. En simpelweg net een beetje toeval, net een beetje geluk hebben gehad de goede kant op, net een beetje pech hebben gehad de andere kant op. En dat denk ik eigenlijk wel. Ja, precies, want de carrière hangt volgens mij echt aan toevalligheden aan elkaar. Hoe is het met jouw carrière, Tim? Heel matig, Gijs. Toeval zit me niet mee. Maar, veel pech gehad. Ja, zeer veel. Maar er is vaak een wat-als-moment aan te wijzen. Wat als ik toen, als mijn baas weg was gegaan en ik wel die kans had gekregen, bijvoorbeeld. Hebben jullie in je hoofd een moment in je carrière waarvan je dacht, als ik toen
dit had gedaan, dan was ik nu wel echt het mannetje. Ja, natuurlijk zeker het mannetje nu, maar... Ja, ik heb wel zo'n soort moment gehad toen bij Willem II. Toen speelde ik in Jong Willem II en dat ging hartstikke goed. Dat was mijn eerste jaar daar. En tegen AZ was Louis van Gaal nog trainer. Kreeg ik schop van Jermaine Lens. Toen raakte ik geblesseerd, was ik er 4 weken uit. En de jongen die er toen vervolgens voor mij inkwam, die stond 2 weken later wegens allemaal personele problemen. Bij het eerste maakte hij zijn debuut. Terwijl dat was ik anders geweest. Dus was Moussa Dembele of niet? Wie was dat nee, dan? Nee, dat was Sidney Smeltz. Oh ja, maar die is ook niet helemaal top geworden toch nu? Nee, en dat had waarschijnlijk voor mij ook helemaal niks uitgemaakt uiteindelijk, denk ik. Maar je weet het niet. Wel grappig, want je hebt, het is wel echt zo'n moment inderdaad. Ja, wat had Louis van Gaal ermee te maken? Maar ja, weet je, hè? Wat had Van Gaal ermee te maken? Ik weet toevallig dat hij daar nog trainer was. Ja. Ik dacht dat hij na de wedstrijd naar je toe kwam. Dus hij lekker gespeeld, Thomas. Nee, dat zou mijn verhaal wel mooier maken. Bart? Ja, goede vraag. Ik heb eigenlijk vaak een soort wat als de andere kant op. Ik denk bijvoorbeeld in mijn eerste professionele seizoen bij Eagles promoveerden we eigenlijk per toeval. Mm-hmm. En ik pakte zelf nog een rode kaart in de finale van de playoffs. 1-0 achter, 10 man, penalty tegen. Dus het was heel logisch geweest als we die playoff finale niet hadden gewonnen. Maar we wonnen hem toch. En daardoor speelde ik het seizoen daarop in de Eredivisie. Kon ik een heel seizoen in de Eredivisie spelen. En ben ik een Eredivisie speler geworden. Maar het had net zo goed natuurlijk gewoon daar in de Jupiler League kunnen zijn. En daar misschien wel gebleven. Uh-huh. Maar om iets anders te noemen, iets positiever. Ik tekende bij, of ik was akkoord met Sparta een jaar of 4 geleden. En ik geloof een halve dag later belde mijn oude trainer die inmiddels bij Utrecht zat. Dat ze belangstelling hadden om mij misschien naar Utrecht te halen. En dat is wel een momentje waarvan ik dacht, nou ja, terug naar mijn oude club Utrecht, waar ik graag had gespeeld. Dat was wel, dat als ze een dagje eerder waren gekomen, had ik het zeker overwogen. Dus dat, ja, zo kan het ook gaan. Ik heb nog wel een momentje voor jou. Mm. Volgens mij speelde je bij Sparta toen. Volgens mij is allebei bij Sparta. Alex Pastoor was trainer. Ah. 7-0 verliespartij van Feyenoord. Volgens mij was jij geblesseerd. Ja. Bart Vriends was geblesseerd en die mocht uitkijken naar een andere club. Als, ja. Als ik me niet vergis. Ja. Dat is zeker. Dat is... Maar Alex Pastoor werd ontslagen doordat het 7-0 werd. Ja, dat zijn die dingen die als je het over pech en toeval hebt of pech en geluk hebt. Ik geloof er heel erg in. Ik mocht vertrekken op dat moment. En ik geloof er heel erg in als het niet 7-0 voor Feyenoord was geworden, maar 2-0 voor Feyenoord, was de trainer waarschijnlijk niet ontslagen. En, en had ik alsnog mogen uitkijken naar een nieuwe club. Maar de trainer werd ontslagen en binnen het bestuur of binnen de club dachten ze er anders over. Dus mocht ik aanblijven. En ook voor jou, Thomas, veranderde de situatie. Want we konden gewoon weer volledig voor onze kans gaan. En dat soort dingen maken toch verschillende carrières. Ik vind dat echt, dat blijf ik een moeilijk onderdeel vinden. Want dat betekent dus dat je bij iemand goed moet liggen. Dus in jouw geval, Bart, bij Alex Pastoor. Mm. Dat heeft soms niet eens met voetballende kwaliteiten te maken. Is het ook belangrijk dat je goed ligt bij mensen qua karakter, Thomas? Ja, de trainers moeten wel een bepaald gevoel bij je kunnen hebben. En de ene heeft dat beter dan... bijvoorbeeld met Alex, als hij nooit was gekomen naar Sparta, was ik ook nooit zo goed geworden bij Sparta. Dat durf ik wel te zeggen. Want ik kon toen heel goed met hem overweg. En uiteindelijk vervolgens gebeurde, toen we weer degradeerden, kwam Fraser. En met Fraser, die lagen we elkaar iets minder. En toen zat ik in één keer op de bank. En dan kan het ook in één keer zo snel gaan. Terwijl je denkt van ja, dit wordt toch wel weer een seizoen waarin ik veel ga spelen. Maar ik denk dat het bijvoorbeeld in jullie carrières, buiten het voetbal, is dat misschien niet eens anders. Want dan moet je ook een baas of een leidinggevende hebben die maar net goed met je overweg kan. En die je de kans geeft om door te groeien. Of die een keer zegt van nou, ga jij dit maar eens doen dat je wat meer verantwoordelijkheid krijgt. En bij voetbal is het misschien juist wel transparanter. Omdat er gewoon duizenden mensen meekijken. Ja. En als een trainer dus jou weg probeert te moffelen terwijl dat niet terecht is. Dan wordt dat een stuk moeilijker bij het voetbal dan in het bedrijfsleven, denk ik. Nice. Had ik het eigenlijk zelf nooit bekeken. Ik dacht dat het een beetje bij voetbal altijd een beetje een onderschat dingetje was. Want je hoort er eigenlijk zelden over de relatie tussen speler-trainer. Heel af en toe is het wel zo dat er natuurlijk een lievelingetje ergens zit. Maar ja, aan de andere kant, de trainer stelt je niet op omdat hij een lul vindt. Ik bedoel, Pastoor stelde mij waarschijnlijk niet op omdat ik gewoon niet zo goed speelde. En als ik dat wel had gedaan, dan had hij niet om me heen gekund. En dat geldt misschien voor Fraser en Thomas ook. Ik bedoel, als je hard genoeg aan de deur klopt, dan kan hij nog wel een klootzak vinden. Maar reken maar dat je erop staat. Maar er is natuurlijk altijd een nuance. Ik bedoel, als je kan kiezen tussen twee spelers en je hebt een smaak voor een...
Voor een gast. Knappe gozer. Nee, dat is wel waar. Want ik kon er gewoon goed overweg met Vrees. Dus daar lag het niet aan. Alleen ik was gewoon als voetballer niet wat hij zocht voor het elftal. Ja. En dat zorgde dan voor. Maar terwijl een andere trainer daar misschien dan wel op datzelfde moment heel anders over zou denken. Dus daar zit wel een bepaalde mate van pech en geluk in. Dat je op het juiste moment de juiste trainer tegenkomt die het in jou ziet zitten. Dus geluk is wel degelijk een belangrijke factor. Ik koppel nog even terug. In een voetbalcarrière is geluk belangrijker dan talent. Is jullie conclusie dat je meer geluk hebt gehad of meer pech uiteindelijk? Ik heb meer geluk dan pech gehad, denk ik, onderweg. Ja, ik ook wel. Lekker, jongens. Ja. Positieve mensen. Maar ik denk dat probeer ik ook te zeggen, dat iedereen van ons kaliber, die uiteindelijk het profvoetbal en een goede carrière heeft gehaald, dat die meer geluk heeft gehad dan pech gehad. En dat daaronder zit ook nog een hele pool met spelers die misschien hadden kunnen komen waar wij zijn gekomen als ze net wat meer geluk hadden gehad. Ja. En bijvoorbeeld, dus wij hebben pech gehad, Tim. Komt op neer. Ja, zeker. Ja. Goede dosis ook. Maar dan moet je niet te lang op blijven hangen, want dan wordt het wel zielig. Thanks, Thomas. Die voorbeelden, die kennen wij ook. Goed, door naar het laatste. Hoe durf je dit onderwerp aan te snijden? Als speler is je presentatie buiten het veld belangrijker dan je prestaties binnen het veld. Presentatie buiten het veld is belangrijker dan je prestaties binnen het veld. Oh, lastig. Thomas heeft ze niet doorgestuurd, of wel die stelling aan jou? Ik heb deze gelezen, maar ik dacht dat er stond je prestatie buiten het veld. Nee, daar geef ik al helemaal niks van. Je hebt het wel goed gelezen. Nee, de bedprestaties is dat allemaal niet zo belangrijk. Ik laat hem heel van Thomas. Nee, ik denk niet. Waarom niet? Ik denk dat je gewoon echt een goede klootzak kan zijn en echt heel asociaal je kan gedragen buiten het veld en dan gewoon wel een goede carrière hebben. Ja, ik stelde hem eigenlijk omdat ik de afgelopen weken... Babel was negatief in het nieuws. Ah ja. Yataren was redelijk negatief in het nieuws. Bart Vriends was positief in het nieuws. Mm. Dat heeft je natuurlijk ook wel wat opgeleverd. Oh, in die zin... Nee, het heeft helemaal niets opgeleverd. Nee absoluut niet. Nee, dus dan, geen DM's. Nee, maar je hebt het over voetbal, toch? Nee, überhaupt, ja, als voetballer heeft hij geen positiviteit op. Nee, mensen kennen nu Bart Vriends serieus. Leuke gozer, slimste mens. Nee, voor zijn voetbalcarrière heeft dat denk ik niks. Ik moet gewoon de volgende dag trainen. En als ik krant train, dan krijg ik het gewoon naar mijn oren. En dan sta ik er gewoon naast in het begin van de competitie. Dus dat heeft in die zin, voor mijn gevoel, niets te doen met mijn voetbalcarrière. Dus ik geloof dat je gewoon op de prestaties op het veld vele malen belangrijker zijn uiteindelijk. Ik probeer hem positief te draaien, maar goed, laten we bij het negatief houden. Ik ben wel van mening dat het van invloed is, in ieder geval in Nederland, wat er met Ryan Babel gebeurd is bijvoorbeeld. Ja. En wat er met Yataren gebeurd is. Wat was er? Ja, Ryan Babel had een foto geplaatst op Instagram. Is inmiddels enorm uitgemolken, maar toch haal hem nog even aan. Waarin hij een soort van laat zien dat hij probeert op een legale manier zo min mogelijk belasting te betalen. En Yataren is in het nieuws gekomen dat hij een auto van, geloof ik, 2,5 ton heeft gekocht op zijn 18 in een tijd waarin, nou goed, niet iedereen het even makkelijk had. En dit zijn wel, in mijn ogen, echt hele negatieve dingen voor een speler. Die totaal niks te maken hebben met de voetbalkwaliteit. Ze zijn allebei gewoon prima. Sterker nog, Yataren is een wereldtalent. Maar in mijn, ik als persoon kijk nu echt anders naar die twee gasten aan als ik zie voetballen. En misschien is dat de manier hoe ik naar voetbal kijk. Maar hebben jullie niet het idee dat dat van invloed is? Als iemand buiten het veld zich op een bepaalde manier presenteert, dat het zich reflecteert naar het publiek of naar het gevoel dat mensen hebben bij een speler? Ik denk dat het minimaal is. Het reflecteert wel. Dus er zijn inderdaad spelers geweest waarvan je vindt, die hebben zich echt supergoed verkocht. Maar uiteindelijk, als ze niet leverden op het veld, dan heeft dat ze uiteindelijk niet kwam dat niet door dat ze wel speelden, doordat ze zich buiten het veld goed presteren. Maar dat de mensen minder hard klappen voor ze, omdat je denkt, ja, dus die lul met dat boek. Nee, denk ik niet. Als je uiteindelijk gewoon doelpunten maakt, als Babel de volgende jaar 30 inschiet, dan lult niemand meer over die belastingaffaire. Ik zag je heel veel twijfelen, Bart, maar nu ben je overstapt. Nee, ik heb hetzelfde. Ik weet niet of je voor Ajax bent, maar ik vermoed als dat zo zou zijn en Babel schiet er volgend jaar 15 in en eentje in de halve finale van de Champions League, dan reken maar dat je het liefst weer gewoon om zijn nek zou vliegen waarschijnlijk. Dus wat dat betreft, verevert de prestatie op het veld of weer de negatieve smaak. Maar het kan wel zo. Stel dat een speler daar gewoon veel negativiteit door ervaart, dan kan dat wel van invloed zijn. Ja, van invloed zijn op zijn prestaties. Ja. Maar dat is denk ik wel iets anders. Daar zou Mark Rutte geen last van hebben. Dat hebben we al geconcludeerd. Die is mentaal ijzersterk. De man van Teflon. Hey, googelen jullie jezelf wel eens? Nee. Bart? Ik heb mezelf wel eens gegoogeld. Ja, ik heb wel eens gedaan, maar nu doe ik het eigenlijk nee. Maar bijvoorbeeld rond zo'n slimste mens. Ik zou het zeker doen. Namelijk. Ik zou even op Twitter je naam intikken, toch?
Oh ja, nee, kijk, dat was best wel overweldigend. Ik was op vakantie en ik had niet zo door wat de impact is van 1,5 miljoen kijkers of zo. Dus ik hoef er niet eens naar te zoeken, maar er komt je van alles toe door hetzij door vrienden of gewoon op Twitter en zo. Dus de stemming werd mij wel duidelijk. Maar ik denk dat we allemaal onszelf wel eens hebben gegoogeld, toch? Nou, moet je nagaan wat er nu gebeurt, als het op YouTube komt, hè? ja, die gaat echt 1,5 miljoen is niks bij. Al die DM's, ja, joh. Oké, dus het heeft totaal geen invloed. Je kan een klootzak zijn, maar het heeft geen invloed op je carrière. Maar ik vind het ook onzin dat je geen auto van 2,5 ton mag kopen. Maar dat is denk ik dat vind ik ook. Die hebben we al eens eerder voorgelegd. Vinden jullie dat ook? Ik vind het volkomen logisch dat hij dat gedaan heeft. Uiteindelijk, en ook dat hij het op Instagram zet. Dat vind ik niet handig. Dat vind ik niet. Maar dat is een andere discussie. Oké. Ik vind dat je daar management voor kan hebben. Maar goed. Luister de aflevering met Fresia en Milan van Dongen terug, dan heb je mijn antwoord. Het is slechts 3 kwartier, maar dan heb je ook wel. Ja, dan heb je Tim's antwoord op de maar vraag. Maar wel saai ook, toch? Want jij zegt zoiets als, ja, daar heb je een management voor of zo. Dat kan je handig. Maar daar krijg je wel al het saaie, afgekloven gelul mee. Nou, dit soort frictie en discussie is toch ook wat voetbal spannend maakt. En wat entertainment spannend maakt. Ja, maar is dat voor een 18-jarige jongen ook spannend als hij zoveel lading over zich heen krijgt? Dat weet ik niet. Ik denk dat je als manager, dat je als rol hebt om iemand te beschermen. Ja. Tot een bepaalde hoogte, zeker als hij zo jong is. Ja. En dat je dan wel in had kunnen grijpen met zeggen van, op zijn minst nu niet. Mm, ja. Doe het dan een keer, of doe dan alsof je hem voor je moeder gekocht hebt. Dat is een sentiment natuurlijk heel anders. Ja, dan komen ze erachter dat jij erin rijdt. Daar komt niemand achter. Oké, nou goed. Dus je kan wel een klootzak zijn. Thanks. Nou, ja, je hebt een goede toekomst voor je. Ja, gelukkig. Ik baal echt nog steeds van die 45 seconden. Heb ik nog een kaartje? Ik wil nog een keer. Misschien komt er ook nog een herkantje, okay. Bart. We hebben nog wat vragen van luisteren. Hallo fans, wie gaat er zinnen? Hier is Tom. Even kijken, Gijs. Ja, Thomas, Ari Bombari, die wil van jou weten hoe je aan de bijnaam Robolul komt. Wat? Nee, dat is een mooi verhaal. Ari Bombari, dat is die gozer uit de kelderklasse. Ja, die ken ik vanuit Rotterdam. Gemeenschappelijke vriend. En dat is een goede vriend van mij. En die had een tik en die vond het vooral mooi om mensen, zeg maar, die ik dan goed kende en hij niet, die ging hij dan allemaal verhalen vertellen die hij gewoon ter plekke verzon. En die werden nog... Ja, en zo over jou? Over mij, ja. Zo van, ja, weet je wat Thomas een keer gedaan heeft? En dan gewoon een verhaal verzinnen. En zo heb ik ooit een keer de naam Robolul gekregen. Dat is bizar te lang om nu te vertellen. Er zit een bizar verhaal aan vast. Maar ja, in die vriendengroep word ik dus nog steeds zo genoemd. En dat is een titel die ik met veel trots draag. Mooi, Robolul. Ja. We hebben nog een vraag van de Core Podcast ook op Twitter. Wat gaat er door je heen als jullie je trouwe kameraad weer eens onder de bus gooien en hier samen gaan zitten? Maar die was voor ons, toch? Of niet? Nee, die was voor hun. Oh ja, natuurlijk, ja. Ja, goed. Ja, we hebben vaker benoemd dat voetballerij een slangenkuil is. En zo ook de podcastwereld. Want Thomas en ik gaan hier toch lachen met z'n tweeën zitten. En we laten onze kameraad Maarten achter. Maar ik sluit niet uit dat hij hier met Molotov cocktails voor de deur staat. Dus meteen, ja, zo werkt het toch. Ja, hij had van de week had hij ook in zijn eentje een interview in Rijnmond. Dus we moesten terugslaan. Ja, bij ons ligt altijd op de loer dat er 1 van de 3 solo gaat. Dus we moeten scherp op elkaar blijven. Ik vind de vraag van Magne Lange Jan ook nog wel leuk, Gijs. Jij vindt hem volgens mij minder leuk. Ja, ik vind hem minder leuk. Voor welke club zouden jullie nog een keer willen spelen? Ja, Feyenoord. Maar het G-team dan? Ja, nou ja, je vraagt welke club ik zou willen spelen. Jezus, ja, gaat er al wat laatste over. Lucky Feyenoord. Nee, ja, ik denk niet dat ik het nog ga halen, maar dat was toch niet de vraag. Hartstikke goed antwoord, Thomas. Ja, we eindigen leuk, jongens. Ik heb altijd wel een wens om ergens in Italië te spelen eigenlijk. En ik hoef niet eens zo hoog in te zetten, maar... noem eens wat. Genua. Zal het mogen? Niet hoog. Nee, ik wil graag een avontuurtje aan. En dat zou ik daar zien zitten. Of in Amerika of in Australië. Dus dat zou mijn antwoord zijn. Want hoe was het leven in Kaapstad, Thomas, als voetbal? Ja, dat lijkt me wel geniaal, want je hebt de Ajax Cape Town gespeeld, toch? Ja. Ja, nee, was top. Was echt, Kaapstad is zo'n wereldstad. Echt, we zijn onlangs nog geweest, hadden het nog steeds over je. Hoe lang heeft het geduurd? Half jaar. Ik heb daar 1/2 jaar gezeten. En wat was de reden dat je terugging? We moesten promoveren en dan zou mijn contract 1 jaar verlengd worden. En dat lukte niet. Dus toen ging ik terug. Toen kon ik nog, ze wilden nog een andere club kopen. En dan onder die licentie wel op het hoogste niveau gaan spelen. Oh, ja. Dan zou ik ook blijven. Maar dat duurde allemaal te lang. En toen kwam Excelsior en... Achteraf gezien ben ik er blij om, want dan had ik daar nu vastgezeten met een zwangere vriendin in die coronacrisis. Oh ja, jezus, want het is daar wel echt nasty, man, op dit moment.
Dus, maar de droom is nog altijd wel om ooit terug te keren daar. Ja, toch? Tuurlijk. Het is een geweldige, echt een geweldig land en een geweldige stad. Dus ik heb daar echt met volle teugen van genoten. Ja. Heel goed. Wordt een beetje emotioneel van. Ja, je schiet vol. Zie je het ook. Ja. Gaat-ie? Ja, even een slokje. Tijd om te stoppen misschien. Gast. Nee, het wordt zeker tijd om te stoppen, Tim. Het was hem. Aflevering 5 van onze zomerse serie Dubbele Dekking in het Rotterdamse hart. Met Thomas Verhaar en Bart Vriends. Volgende week blijven we in de Rotterdamse sferen, Tim. Wel in Amsterdam, hè? Wel in Amsterdam. Ze komen naar Amsterdam. Ze komen naar Amsterdam. Hugo Borst en Frank van der Lende. Vraag me niet waarom ze met z'n tweeën komen. Hetzelfde kapper, denk ik. Ja, dat zou kunnen, ja. Ja, dat zou kunnen, ja. Goed, volgende week zitten 2 van ons tegenover Hugo Borst en Frank van der Lende. Tot dan.